als jullie de vlog van gisteren hebben gezien, dan heb ik jullie op een soort cliffhanger laten hangen. Ben ik positief? Ben ik negatief? Ik ben negatief. Gelukkig. Mijn testuitslag is negatief geworden. Super blij mee. Echt, het scheelt zoveel. Ik ben er zo blij mee. Maar ik bedenk nu in één keer dat die video nog steeds online moet. En het is al 19:30 s'avonds. Oeps. Dus dat ga ik niet even gauw doen. Maar de uitslag is dus gelukkig negatief. Ondanks ik wel verkouden ben en in aanraking ben geweest met iemand die corona heeft, mag ik dus officieel nog steeds 10 dagen. Moet ik nog steeds 10 dagen in quarantaine? Dat betekent dat ik vanaf afgelopen zaterdag, dus zondag, maandag, dinsdag, of zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Dat is dus vandaag. Zijn er dus 7 dagen. Dus met vandaag, of met morgen erbij is 8. Dan hebben we, wacht even voor maandag. Sorry. Maandag, dinsdag, woensdag. Dus dat betekent dat ik dus woensdag of donderdag pas meer mag gaan werken. Van het RIVM. Dus dat is wel rot. Ondanks dat ik negatief ben getest. Dus dat is wel een beetje rot. Dus ik moet morgen even het werk gaan bellen. Ik moet morgen even het werk bellen. Om te kijken van jongens, wat willen jullie? Het zijn dus, ze moeten me dan nog 2 dagen ziek melden. Morgen ben ik sowieso vrij. En maandag en dinsdag zou ik dan uitgeroosterd moeten worden. Dus dat is wel echt heel rot. Maar goed. Het is wat het is. Ik ben in ieder geval negatief getest. Dat betekent niet dat ik nog negatief blijf. Ik kan ook zomaar positief worden in één keer. Je weet het niet. Maar goed, ik ga nu even gauw de vlog uploaden. En dan ga ik jullie even lekker meenemen in mijn avondroutine. Want ik heb de hele dag dus niks gevlogd. Het enige wat ik net heb gedaan is ben gaan avondeten. En meer ook niet. Ik ben licht letterlijk op. Ik lig letterlijk al de hele dag op mijn bed thuis en hoebes te kijken. Gewoon super chill. Maar het is eigenlijk natuurlijk niet de bedoeling. Maar goed. This is not what it is. In ieder geval, ik ga hem nu even online zetten. En hij is online. Hij is openbaar. Top. Ja, ik ga dus even koffie opdrinken. Want ik heb een lekker koffie gemaakt. Hazelnoot koffie met karamel of met vanille. En ik ga even mijn onesie uit doen, want ik heb het super warm in één keer. Dat heb ik wel heel erg. In één keer had het niet van die warmte aan van. Dan heb ik het heel koud. Dan heb ik het zometeen weer in één keer heel warm. Ik weet niet echt wat dat is. Maar goed. Ik doe er niks aan. Ik doe in ieder geval deze even lekker uit. En deze trouwens ook lekker de was in gelijk. Want dat is nou ook weer niet zo chill. Ik geef hem wel een korte broek aan, want ik loop nu vrolijk in mijn onderbroek door het huis. Het is ook niet erg, want ik woon hier. Maar het is nou niet echt heel florissant. Dus even een korte broek aan. En dan ga ik nog even een afleveringetje kijken of een YouTube video of koffie opdrinken. En dan ga ik lekker douchen. En jullie lekker mij meenemen deze avond. Goed, inmiddels ben ik nog steeds aan het chillen en het is veel later. Het is namelijk al 10:15. Maar ik ga nu even nog douchen. En dan wou ik eigenlijk een maskertje opdoen, maar dat ga ik nu niet meer doen, want ik ga zo natuurlijk gewoon slapen. Dus ik ga nog wel even lekker onder de douche. En ik ga lekker mijn haar wassen met de Body Shop banaan shampoo. Super lekker. En een body wash van Dove. Dus dat ga ik nu even doen. Ik ben heel moe. Ik weet niet hoe ik kom. Goed. En toen had ik gedoucht. En lig ik al in bed. Ik heb gewoon niks meer gefilmd. Sorry. Ik ben niet helemaal humbelnaar of zo. Ik weet niet wat het is. Zo vervelend. Maar goed, ik ga nu slapen. Het is. Ik heb dan nog de hele tijd met Ash gebeld. Het is bijna 11:30. Echt voor mij al over bedtijd gewoon. Ik had al lang geslapen. Maar ik was met Ash aan het bellen. Dus ja. Morgen ga ik heel even met Ash op pad. Handschoenen aan en
Mondkapje op. Even kijken hoe het loopt. Ash moest wat dingen hebben en ik moet ook een paar dingen hebben. Even kijken voor wat winterkleding. Als ik wat kan scoren en anders niet. Dus ja. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Helaas was er nu niet zo heel veel aan.